En dit is onze kamer. Dit is hem dan. Oh, dat gaat volgens mij net iemand naar de wc. Ga je nou serieus naar de wc? Ik dacht van, ik ga alles laten zien. En... Heb je de mooie schilderij ook al gezien? Nee, ik ben nu in de badkamer. Ik vind het van het plafond ook wel mooi. Het plafond is ook wel mooi, inderdaad. Leg zo hier moet je kijken. Kijk, als je op de wc zit, kan je s'avonds geen mooie sterretjes zien. Kijk. Oh, wauw. Echt niet. Ja, maar heb je dit bed gezien? Kijk nou eens hoe... Het is echt een onwijs goed bed. Zo. Ligt die lekker? Hij is lekker. Oh, dat moet ik natuurlijk... Heerlijk. Dat moet ik natuurlijk ook... Oh. Dit is we lekker. Zijn er. We oh. zijn er, hè? Wat een reis. Oh, wauw. Allemaal de moeite waard. Dat, ja, zeker. Oh, dan hebben we wel met de kamer gezien. Heel mooi. Wil je het plafond ook laten zien? Heel mooi van hout. Echt niet normaal. Gewoon. En de stoelen? Deze hele mooie. Ja, die antieke stoelen, ja. Dat is ook mooi, hè? We hebben er 3 van of zo. Dat is echt niet normaal. Maar daar zit echt die oude kast. Dat is gewoon alsof je in Narnia. Ja. Kom, we gaan naar de wereld van Narnia. We hebben hier houtwerk van. Dit is. Dit is ook wel eens houtwerk. Dit is echt super. Maar je kijkt er ook. Gaat niet open. Kijk eens, er zit. Geen sneeuw, dus niet naar Narnia. Echt niet gelogen hoor, dat is echt wel een super mooie kamer hoor. Echt mega mooi, echt. Ja, daar zitten we dan een week, schat. We gaan even uitrusten. Ja, je kun je wel 7 dagen in vertoeven met z'n 2. Echt wel. Makkelijk. Italië, kun je een plaatsje? Luca. Luca. Heel mooi. Vandaag is het dag 2, dus nog steeds in Luca, dat is ons hotel naar de buitenkant. Echt super mooi, heel erg mooi. En we gaan vandaag naar Pisa, dat proberen we en dan gaan we de schuine toren bekijken, allemaal vliegjes. En dit is waar we dan op uitkijken. Schitterend, hè? Echt, het is echt net gewoon een droom dit. Het is echt een prachtlocatie. Al die vogeltjes moet je... Een en al vogeltjes. Het is echt prachtig. Kik, hè? Maar we gaan nu op naar Pisa. Dus we gaan naar de auto toe. Jolanda staat daar op te wachten. Die doet net van niks. Dus ze zal terecht moeten rijden. We gaan naar Pisa. Kom. Gaan rijden. Oh, ja, moet je kijken. We hebben hier 2. En dan daar, dat is ons autootje. Dus... Is gewild, is geliefd. En daar in dat puntje daar. Dat is best wel leuk. Want dat is ons raampje. Dat is het enige raampje bovenaan. Helemaal schuin in de hoek. Boven die mooie bogen. Daar zit onze kamer. Ja. Dat is wel gaaf. Gaaf, hè. Overal vogeltjes. We gaan zo naar Pisa. Ja, dit is hem dan. Hij is wel mooi. Zo. Ja, je zo opstaan. Dat is echt heel druk. Heel veel mensen. En wij. Ik het niet tegenvallen hoor. Het valt niet tegen. Hè? Echt heel mooi. Moet je kijken. Het staat heel schuin. Ja, hoe schuin zou die staan? Want volgens mij is hij schuiner gaan staan dan dat hij eerst stond. Dat hij niet omvalt dan. Bizar, hè?
Ja, maar die kerk in Delft, die staat ook zo schuin. Niet zo schuin. Nou, nee, niet zo schuin. Nee. Maar er is een test, hè? Hij is expres schuin gebouwd, hè? Dat wist je. Oh, dat wist ik niet, dat hij gewoon daar... Nee, hij is... de tijd schuin is gewoon schuin. Nee, precies, hij is schuin gebouwd, omdat daarboven dat puntje, dat is recht. Oh, jee. Zie je dat? Die staat gewoon recht, daarboven is de toppie. Ja, dat zie ik. En daar was een wetenschapper. En die had een test met van of het ene zwaarder eerder naar beneden kwam dan het andere, zeg. Dat heeft hij zo gebouwd, dus daarom dat hij zo iets naar beneden gegooid heeft, ja. Oeh, dat is mooi hoor. Zullen we even hier gaan zitten en even een drankje? Ja, gaan we lekker doen. Gaan we lekker zitten en genieten. Even rustig kijken. Lekker even. Finko. Oh, en als je dat lang, is wel echt marmer, hè, dit. Kan kijken, dan dit is... Denk je niet? Ja, ja. Hier worden tafelbladen, keukentafelbladen van gemaakt. Oh,